Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Koffie en Wol. We hebben hele leuke reacties gehad en wij zijn natuurlijk ook weer helemaal blij om weer te mogen beginnen. Een volle show. Deze keer Annemarie aan tafel en onze gast Marianne. En ook Vilda komt aan tafel, een soort van, met de nieuwe bollen en leuke items die we aan gaan trekken. En hoe kan je het aantrekken? En veel leuke nieuwe weetjes en ja, allemaal leuks eigenlijk. We gaan gauw beginnen. Marianne, jij hebt hier al eens een keer gezeten aan de tafel, maar welkom weer. Dank je wel. Wanneer was dat ook alweer? Ik denk het allereerste seizoen met jullie draaiden. Ja, daar heb ik hele goede herinneringen aan. Dus toen ik gevraagd werd om nog een keer langs te komen, heb ik geen seconde hoeven twijfelen. Nou, nee, fijn om dat te horen. Ja. Haken deed je toen? Ja. Heel veel? Ja, achtelijk veel. Ja. Zo dan? Ja. Daar zijn we eigenlijk ook mee begonnen met je boek. Dan ben je eigenlijk bij het grote publiek bekend geworden. Ja, denk het wel. Ja. Ja, hè? Ja. Allemaal verschillende items? Ja, ja, en wat ik voornamelijk ook in dat boek heb willen laten zien, dat je met één patroon, door ander garengebruik, eigenlijk en ander kleurgebruik, een heel ander project creëert, als het ware. Ja, daar hou ik van. Ja, een beetje een extra stapje zetten, zodat je mensen misschien nog iets meer biedt. Ja. Of ze op andere ideeën de brengt nog. De creativiteit eruit halen. Ja. Ja, was leuk om te doen. Maar haken, jij hebt ook een nieuwe hobby gevonden, denk ik. Weet je, ik vind alles wat creatief is leuk. Ja. Maar ik vond wel uit dat haken mijn grote passie was. Totdat ik een filmpje zag waarin ze met een holle naald waar een draad doorheen liep in stof prikten. En ik dacht, wat is dit? Dat bleek punch needle te zijn. Ja. Het is wel grappig. Een vriendin van mij die helemaal niet creatief is, die heeft het boek. En die zei, degene die het boek heeft geschreven, die kent jou heel goed. Want ik hoor je gewoon praten. Nou, ik zeg, dat kan kloppen, want ik heb het zelf gedaan. Ja. Maar dus het geeft wel aan dat het toegankelijk is. En ik neem echt iedereen stap voor stap mee naar succes. Ja. Want jouw succes ligt hier beduidend op tafel, hè? Ja, ik ben een beetje los gegaan. Ja, lekker. Ja, hey, als ik kijk, zie ik een beetje dezelfde dingen. Ja. Ja, dat is wel iets dat ik altijd graag wil laten zien. Dat je met één ontwerp verschillende looks kunt creëren. Mm-hmm. Dus dit is hetzelfde patroontje. Ja. Ander stofje, ander garen. Dit is met katoen. En dan eigenlijk alleen de contouren gepuncht. Hier heb ik een wollig garen gekozen en heb ik hem opgevuld. En dan ziet het er twee verschillende eigenlijk een beetje anders uit. Heel leuk naast elkaar op de muur, toch? Ja. Ja, want dan zie ik daar even, techniek zullen we zo even laten zien. Maar ik zie kleuren en een tekening. Je hebt daar in het lijstje er ook echt heel iets leuks liggen. Ja, dat is inderdaad wel een onbedoeld bruggetje. Ja. Want toen ik gevraagd werd om dat boek te maken, dacht ik, ik was begonnen met al die schilderijtjes. Ja. En dat zijn hele leuke, snelle, klare cadeautjes vaak of decoratie. Maar ik vond het toch ook wel leuk om te laten zien dat je echt nog wel meer met de techniek kunt doen. Een iPad-hoes, een etui, een wandhanger. En toen liep ik een keer naar mijn studio en toen zag ik de tekening van onze dochter hangen in het trappengat. En toen dacht ik, je kunt elk beeld kun je punchen. En ik dacht, hoe leuk is het nou om die vervagende tekening die ze heel lang geleden gemaakt heeft, in garen te maken op stof. In mijn boek leg ik ook uit hoe je dat doet. Die roept mij. Ja. Ja, dat is wel schattig, hè. Dat is een leuk kraamcadeautje, denk ik. Oh, en dan echt met geboortedatum voor de hele persoonlijke touch. Ja, leuk. Ja. Dat zijn echt hele leuke dingen om te krijgen ook, toch? Dat denk ik ook. En ook om te geven. Ik hou van handgemaakt. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn, denk ik. Maar dit kun je gevaarloos doen. Ik denk dat iedereen dit wel leuk vindt om te doen. Nou, dan heb ik ook een Sinterklaas schilderijtje gemaakt. Goeie tijd. Ja. En iets voor kerst. Dus het zit er allemaal wel in. We gaan zo meteen even laten zien hoe jij heel makkelijk punst. Ja. Dan kunnen we iedereen aan de hand meenemen, toch? Precies. Maar we gaan eerst even naar de spotlight.
Welkom in de Spotlight. Deze week Vilda Garis, De Winter en de nieuwe boeken. Nou ja, Annemarie, we hebben echt heel veel leuks weer bij ons. Ja, ik zie het. En ook heel zacht. Nou ja, weet je, Vilda heeft natuurlijk al heel veel Garis. Maar deze zijn voor deze winter dus echt allemaal nieuw. En wat je hier ziet, dit zijn drie kwaliteiten. We halen ze er even uit. De Lolita. De Gourmand. De Gourmand en de, deze gemêleerde. De gemêleerde nog. Ja. Allemaal een mengeling, dus een beetje wol en een beetje acryl. Maar allemaal zo'n draadje wat zo'n lekker harig uiterlijk heeft. Ja, het voelt ook echt heel zacht. Heb je deze gevoeld? Nee. Oeh. Lekker, hè? Ja, en ook wel leuk met dat weefje. Ja. Nou, de weef, hè? Ja. Er zit een heel klein golfje in. Voordeel is dat als je daarmee breidt en je bent een beginner bijvoorbeeld, dat je wel het uiterlijk goed krijgt, want het is een onregelmatige draad. Dus oh, zo valt het niet op. Gaat altijd goed. En wat is dit dan nog voor een mooi zacht bolletje? Ja, lekker, hè? Lekker zacht. Ja, ja. Alleen cashmere. Ja, cashmere, hè, dat weet je. Die is gewoon zo zacht. Deze sjaal. Oh. Ja. Oh, die is licht? Heel licht en heel zacht. Nou, oh, dat is echt kwaliteit. Dat is echt... Ja, dat is heerlijk. 20% cashmere. Ja. En in nou ja, de goede modetint natuurlijk. Maar ook goed donkerblauw, zacht roze. Eigenlijk ook een beetje de cashmere-tinten, ja, waar je die sjaals ook vaak van ziet. Alles wordt weer gebruikt in de boeken. Nou, veel daar kennen we natuurlijk echt om zijn goede babyboeken. Ja. Zowel dekentjes, vestjes, truitjes, knuffeltjes af en toe. Kijk, zo lekker, Grietje. Ja, het is goed. Ja. Fijn. Ik vind het fijne boeken. Het is echt ik ben heel leuk. Een echte haakster, maar zelfs mij is het gelukt om ooit een babytrui te breien. En dan nog voor jezelf? Nou, dat vind ik dan... Het is zo'n groot project, hè. Dan heb ik een babytrui nu wat overzichtelijker. Nou, het staat wel ooit... Op het lijstje. Ja, maar dan denk ik wel iets grover. In dit boek bijvoorbeeld staat deze. En dat is ook weer een trend van dit seizoen, hè. Oh, ja, inbreien. Echt, en nou is dit gewoon een gewone vest. Het is een heel mooi vest. Lekker zacht, hè. Ja. Het is weer een ander garen, hoor. Maar dat is een bestaand garen van wat er maar als je dan zit. Ook ziet, het inbreien en dan toch een ribbelsteekje tussendoor. Wat het dan doet eigenlijk, hè. Mooi, hè? Ja, en ik hou ervan. Combi's. En wat heb je daar nog liggen, Petra? Ja, nog wat verstopt. Dat blijkt. Pastel en wat donkere tinten ook. De frisette. Ook een nieuwe bol van Vilda. Lekker groot. Ja, de ook garis, zacht. Ja, alles is zacht. Ja, het is echt... heerlijk. Ja, en de lekker winters uiterlijk. Want ja, het is nou eenmaal winter. Winter met Vilda. Vilda, Petra. Na de bollen, dus nu de goede... Nieuwe items uit de boeken. Ja. Ja, dit kun je er dus van maken. Heel goed. Je hebt maar ook hoe ga ik dat dragen? Aan, hè? Ja, de streep. Altijd wel een hele grote streep, hè? Ja, maar het is wel een streep inderdaad. En weet je wat daar het voordeel van is? Want iedereen is bang voor strepen omdat dat breder maakt. En dat doet het ook, maar het maakt je ook korter. Want je wil je... Ja. Als je dus een lang bovenlichaam hebt en wat kortere benen, zorgt dit ervoor dat je optisch langere benen hebt. Dus het brengt mooi in figuur. En als je dan ook nog eens een puntje zo instopt. Ook was niet aangekleed. Kijk, dan accentueer je ook nog iets meer je taille. Ja. Krijg je een beetje zo mooi dat zandlopen figuur. Nou ja, en wil je dus niet echt een hele streep, maar een wat gematig verloop. Heb je degradé garis. En dan zie je dat die wat subtieler overloopt. Ja. Deze heeft trouwens wel een heel mooi glansje. Ja, prachtig. Leuk voor de feestdagen ook. Echt hè? Een goed vest. Heel draagbaar. Hm. Maar... Ik heb wel een andere favoriete gezien, jij? Ja, ik ook. Welke jij? Ja, ik deze. Nou, pak ik deze. Ja? Ja. Zullen we het mag, hè, zelfgebreid. We gaan hem even stylen. Ja, helemaal hip. Kom. De trui van Petra is leuk op een leren rokje. Stop hem dan wel een klein stukje in, zodat je lekker je taille benadrukt en lekker vrouwelijk blijft. Blijft hij nou niet zitten, probeer het dan met een riempje. En het riempje mag gezien worden. Daarom is het hier bijvoorbeeld heel leuk om juist voor een panterprintje te kiezen. Deze trui met ajourpatroon leent zich er ook perfect voor om een blouse onder te dragen. De mooie mouwen hebben een mooie vrouwelijke look en dat met zo'n stoere blouse geeft het een beetje een edge aan de outfit. Dit vestje past perfect binnen de trends van deze herfst-winter. Hij is roestbruin, er zit heel veel bruin tinten. Ik vind hem heel leuk op zo'n panteljurk, leuk met een motiefje, maar hij is ook prachtig op een effen jurk. En dan zul je zien dat de nadruk nog meer op het vest zelf komt te liggen. Met de feestdagen vind ik het vaak leuk om een lekkere gekke broek aan te trekken en een mooie top. Maar in het begin heb ik het vaak nog een beetje koud. Ja, en dan is dit vest ook daar perfect voor. Ja, er waren nog zoveel meer combinaties te maken. Maar... Veel te veel. Ja. Voor de volgende keer waarschijnlijk. Ja. Vilda is geweldig voor jong en oud. Toch?
Daar krijg je het warm van hoor. Ik kan me voorstellen. Hé, Marianne, even terug naar het puntje. Jij laat zien hoe makkelijk het is. Ja. En het is makkelijk? Ja. Maar waardoor? Lang verhaal kort. Je moet zorgen dat je de juiste combinatie van garen, naald en stof hebt. Als één van die drie niet klopt, dan lukt het niet. Dan blijven je lussen niet in je stof zitten en dan word je daar heel verdrietig van. Ja. Want dan gaat het gewoon niet. Nee. Maar als je zorgt dat dat wel het geval is, dan lukt dat wel. Nou, in de loop der tijd heb ik, zoals je ziet, nogal veel gepuncht. Ja. Dus ik heb een heleboel handigheidjes en trucjes en tips en zo uitgevonden, gewoon door te doen. Die staan voor de rest ook allemaal in het boek. Dat is echt gewoon wel een hele mooie leidraad. Maar als je dus de juiste draad in de goede naald hebt en de goede stof hebt. Ja. En je hebt je stof, dat is dan nog een tip, goed strak opgespannen. Dat puncht ook fijn. Dan kun je gewoon aan de slag gaan. En dan zal ik laten zien hoe simpel het dan eigenlijk is. Met de draad. Ja, hè? Dat is het. Nou, ik trek altijd mijn aanhechtdraad meteen naar achter. Die hoef je niet af te hechten. Erg fijn. En het zijn maar twee steken. Een gladde en een lusje. Ja, je maakt aan de ene kant platte steken. En aan de andere kant creëer je daardoor vanzelf lussen. Oh, ja. Kun je het zien? Ja. En hoe, nou zijn deze lussen niet heel lang? Nee, de lengte van de lus wordt eigenlijk bepaald door de lengte van het deel van de naald dat je door de stof heen haalt. Oh, ja, dat klinkt ingewikkeld. Ja, en daarmee kun je dus variëren. Ja. Ja. En wat je kunt doen is, vind ik heel erg leuk, is spelen met allebei de kanten. Dus dat hart van die bloem, dat is dan de lussenkant heb ik van de achterkant gepuncht. En de platte steken, ja, deze is afgewerkt, maar de wortel ook, toch? Of niet? Ja. Ja, en het hier en de pieten ding. Je kunt bij deze kun je nog zien hoe dit dan de lusjes zijn. En die zijn dan. En hier zijn ook lusjes, dat zijn hele korte. Maar je kunt daar ook nog met de lengte variëren. Jij hebt het ook verworven door heel veel doen. Dat is eigenlijk wat we dat is eigenlijk met alles. Daarom. Ja, maar dit pak je wel snel op als je dus goed kijkt naar bijvoorbeeld die combinatie van. En ik heb jou horen roepen een keer ergens. Ja. Dat jij nog wat. Jij luister. Nou, goedemiddag. Luisterboek heb jij erbij. Ja, ja, want ik hou van heel veel dingen. Ook van lezen. Ja. En lezen en haken, dat gaat niet. En punchen en een boek, dat lukt ook niet. Nou, ik dacht luisterboeken. Maar dat lukt me ook niet met haken. Want dan mis ik of een stukje, omdat ik let op mijn patroon. Dat gaat gewoon niet goed. Maar punchen, je ogen doen wat. Even je handen doen wat je ogen zeggen. Ja. En verder zit er niks tussen. Dus je hoeft niet te tellen. En daarmee is het voor mij sowieso een hele zen-activiteit. Ja. Gewoon echt meditatief. Maar kan ik ook heerlijk luisterboeken luisteren. Ja. Twee dingen tegelijk willen we allemaal. Ja, toch? Ja, ja. Hey, ik heb voor jou de laatste vraag voor nu even. Ja. Als je moet kiezen, kort antwoord. Haken of punchen? Oh. Ja of nee? Oh, welk kind is het leukst? Dat kan ik ook niet beantwoorden. Nee, hetzelfde verhaal. Ja. Nou, laten we hem in het midden. Dan gaan we nu naar Suzanne met de vraagbaak. Die gaat ons verder helpen. Ja. De veelgestelde vraag van deze keer is: waar moet je rekening mee houden als je een alternatief garen gaat zoeken voor je haak- of breipatroon? Het alternatieve garen moet ongeveer even dik zijn als het garen wordt gebruikt in het patroon. Om daar rekening mee te houden, kun je de stekenverhouding van de bol gebruiken. De stekenverhouding vind je bij de productinformatie op de website of op het label van de bol. Als je het icoontje gaat gebruiken wat op het label van de bol staat, dan zoek je naar een vierkantje waaronder en waarnaast een cijfertje staat. Het cijfertje onder het vierkantje geeft het aantal steken per 10 cm breedte aan en het cijfertje naast het vierkantje geeft het aantal toeren per 10 cm aan. Deze stekenverhouding moet ongeveer gelijk zijn als de stekenverhouding van de bol in het originele patroon. Wat belangrijk is dat je niet de stekenverhouding gebruikt die op het patroon staat. Op het patroon staat altijd de stekenverhouding in de steek die in het patroon gebruikt wordt. Deze wijkt natuurlijk af van de standaard stekenverhouding op de bol van het originele en van het alternatieve garen. Een paar dagen geleden werd ik gebeld door een klant en die wilde graag een alternatief garen voor haar deken.
Ik zal jullie het voorbeeld even laten zien hoe ik berekend heb hoeveel bollen ze daarvoor nodig heeft. De deken die ze wilde gaan maken is de droomdeken. Die wordt origineel gemaakt van het garen Yarn & Colors Happy. De stekenverhouding van de Happy is 15 steken bij 20 naalden en er zit 136 meter op een bol. Het alternatieve garen wat wij voor haar hebben gevonden is de Yarn & Colors Super Must Have. Deze heeft een stekenverhouding van 15 steken breed en 19 toeren hoog is 10 bij 10 centimeter. Er zit 115 meter op een bol. De originele droomdeken 2.0 wordt gehaakt met 23 bollen. Om te berekenen hoeveel bollen je nodig hebt van het alternatieve garen, doe je 23 bollen keer het aantal meters op die bol, dus keer 136, gedeeld door het aantal meters op de alternatieve bol, dus gedeeld door 115, dan kom je uit op 28 bollen. Zo heb je omgerekend hoe je van het ene garen naar het andere garen kunt gaan. In dit rekenvoorbeeld was het originele garen dus 15 steken bij 20 naalden in het proeflapje en het alternatieve garen 15 steken bij 19 naalden. Er zat dus één naald verschil in het proeflapje. Ik hou meestal als stelregel dat één of twee steken of naalden verschil in het proeflapje niet een heel groot probleem is om een alternatief garen te vinden. Het belangrijkste is dat als je een alternatief garen gevonden hebt, dat je een proeflapje van het patroon daarna gaat maken. Met dit proeflapje kun je bepalen welke naald jij nodig hebt voor jouw hand van haken of breien voor dit patroon. Dit was de veelgestelde vraag van deze keer. De volgende keer een andere veelgestelde vraag. Ja, Su helpt ons met al haar raad. Maar Annemarie, hij ligt er, hè? Hij is af, de krans. Vorige keer hadden we het er al over, vorige maand, dat we bezig waren. Nou, dit is een geworden. Ik vind hem geweldig. Oh. Ja, Monique en ik zijn er ook echt zo blij mee hoe het nu uiteindelijk geworden is, want we zijn er al best wel even mee bezig geweest. En ik vind vooral ook lichtjes erin. Dat maakt het, vind ik, echt kerst. Ja, zo krijg je hem ook. Voor, als je hem helemaal maakt, is hij zo, hè? Ja. De krans, de lampjes. Ja, en het is echt, als je de haaksteken kunt, kun je hem maken. Het is gewoon niet, zijn geen ingewikkelde patronen. En hoe worden we aan de hand meegenomen? Elke dag een patroontje vanaf 1 december. We beginnen met het maken van de krans. Ja. En ik laat je niet afschrikken door het formaat, want echt, ik heb hem echt ook in een avondje bekleed. Ja, maar je kan het ook tussendoor doen, hè? Ja, ook dat. Maar ik bedoel, het is ook, je hebt het echt zo gehaakt, want je hoeft niet na te denken. Je kunt er een boek bij luisteren of een tv-serie aan. Altijd want goed. Het is maar even heen en weer en je hebt hem klaar. En dan, ja, de rest krijg je elke dag een patroontje. En dan kun je je eigen krans opbouwen. Leuk, hè? Ja, ik vind hem geweldig. Nou, het pakket kunnen we dus aanschaffen bij wolplein.nl, hè? En jouw knuffels uit jouw boekje, Rammelaars en Knuffels. Ja. Ze liggen hier weer op tafel. Ja, niet allemaal. We hebben er al een paar. Ja, maar we houden er wat voor boekje over, hè? Ja, nee, dat is ook. We hebben van de vier knuffeltjes, Bella, de bij en de ballerina babs en de cactus en de piraat. Daar hebben we nu pakketjes van op wolplein. Als je dus een boek hebt of een boek koopt, dan kun je het complete pakketje kopen. En dan kun je gewoon lekker het knuffeltje haken zoals hij erin staat. Klikken en bestellen. Ja, gewoon helemaal compleet. Dus je hebt het boek en dan kun je voor deze vier het garen, alle materialen in het pakket. Dat zit er ring in, het rammeltje, de oogjes. Super. Dan kun je ze maken zoals ze zeg maar in het boek staan. Hey, op de beurs ben jij geweest ook met je boek, ja. Maar daar had je ook een hele grote variant bij. Ja, ik zal hem eens er even bij pakken, want dat was wel echt de vraag van de beurs. Nou ja, eigenlijk zal ik vast een klein beetje vast vertellen. Deze zijn allebei verschillend qua formaat. Dit is katoenen garen en dit is een dikke garen. Ja, durabele. Dat is de durabele Cozy Fine. En je ziet zeg maar, het knuffeltje krijgt dan nog wel beentjes en zo. Ja, dat maar is het verschil. De basis is eigenlijk hetzelfde. Maar dat is dus ook van deze babs. Geweldig. Dit is zeg maar ook hetzelfde patroon als de knuffel. Ja. Compleet met de benen. Maar dan met 5 draden tegelijk gehaakt. Je haakt dezelfde steken, alleen hij wordt echt gewoon geweldig. Groot, een dikkere haaknaald. Je krijgt gewoon eigenlijk een kussen. Maar als je hem vergroot, kan je hem ook verkleinen. Ja, ook dat. Want dat heb ik ook gedaan. Nou, wat een toeval. Want je hebt nu de Cozy Extra Fine. Oh ja. Naast de Cozy. Ja. Ik zal even deze. Heb jij hem ook hier liggen? Hè? Ja. Daar heb ik ook het voorbeeld van. Dan heb je de Cozy Fine, heb je zeg maar gewoon zoals in mijn boek. En met de Extra Fine, dan krijg je dus een kleiner knuffeltje. Nou, leuk. Dus we kunnen kleine haken, grote haken, allemaal met één patroon. Ja. Hoe makkelijk kan het zijn? En dan gaan we het nog even hebben over ons leuke Amigurumi-festival. Ja, dat was wel heel erg leuk, Ja, lekker, hè? Ja, dat was echt weer een geslaagde dag.
Nou ja, ik hou ook wel echt van het thema kerst. Dus ja. Ja, we waren daar niet de enige in. Dus dat is wel, ja. Nee, maar het was wel heel erg leuk. Ja. Zeker weten. Leuke ontwerpen van alle mensen die er waren ook. We gaan nog even kijken naar de Amigurumi-dag, hoe die is geweest. Hoi Annemarie, wat is het verhaal achter jouw kersthanger? Nou ja, er zit niet echt een verhaal achter, maar een kaarsje kan eigenlijk altijd. En ja, kaarsen horen wel bij kerst, vind ik. Ik wilde graag een heel lief en schattig vogeltje maken, wat ook voor kinderen heel erg leuk is om in de kerstboom te hangen. Ik heb deze koala-mobiel ontworpen voor mijn boek Haken voor de Baby. En ik wilde daar een kerstversie van maken, dus daarom heb ik een ijsbeertje gemaakt die lekker ligt te slapen met de kerstmutsje op. Mariska, wat is het verhaal achter jouw kersthanger? Ik ben gewoon wat gaan tekenen, mijn schetsboek. En ja, dit leek me heel grappig voor in de kerstboom. Een zuurstok met een beertje erop. Ik heb gekeken op internet, wat zijn de kerstthema's van 2019. En daar zat onder andere een roze thema bij. En dat leek me heel erg leuk. Maar toen dacht ik, ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die echt met knalroze in huis gaan zitten. Dus toen heb ik toch gekozen voor Arctic. En daar zaten hele leuke items bij, waaronder een Eskimootje. En zoiets had ik nog niet eerder gemaakt, dus ik dacht, dat ga ik proberen. En zo ben ik gaan haken en is het Eskimootje ontstaan. Bij kerstmis hoort wel een rendier, vind ik. En hij is een klein beetje afgeleid van mijn Noël, de kerstpop. En ik dacht, nou, we maken een leuke rendier kersthanger ervan. Hoi Francis, wat is het verhaal achter jouw kersthanger? Nou, Mies is mijn tweede haakpatroon en het leek me heel erg leuk om een klein mini-Miesje te maken voor in de kerstboom. Een extra gast tijdens ons Amigurumi Festival is Bas. Hoe is je dag? Ja, goedemiddag. De dag is hartstikke leuk. Het is een festival met veel bezoekers zijn er vandaag. Ik vind het altijd leuk om mijn ontwerpen, mijn poppen te laten zien. Leuk om iedereen te spreken. En ja, de sfeer is gewoon heel erg goed, dus het is een leuke dag. Ja. Dames, we gaan lekker naar de cadeau top 10. Die hebben wij samengesteld. En hoe leuk is die? De kerstkrans. Ja, toppetje. Ja, ik wil hem wel in mijn schoen hoor. Past die? Ik pak wel een grotere schoen. Oh, goed zo. En voor jou, Marjan. Ja. Welke wordt het voor jou? Kratjes? Of toch ook die? Ja, het staat alleen maar leuks, vind ja, ik. Ja, vind ik ook. Maar ja, de krans. Het is heel verschillend, hè? Ja. Maar we hebben gewoon, je hoeft niet meer te twijfelen, wat wil ik geven? Wij hebben al een hulplijstje. Leuk, 5 kratjes bij elkaar, kan je invouwen, stapelen, echt leuk, alles opruimen. Dan, mijn favoriet. Ja, van wie niet, ja. Hè? De Wolplein cadeaubon. Altijd goed. Alle prijzen kan je eraan hangen, wat je wil geven, elk budget. De nieuwe Wolplein tassen, brei en haak. Mooi. Leuke designtjes, lekker geel, grijs en groen, stipjes, bloemetjes, streepjes, combi's, alles is mogelijk. Heel leuk. Ja, en ons home deco pakket. Ja, mooi. Verschillende stijlen, dus ook verschillende kleuren die weer thuis in elk huis kunnen passen. Heel leuk, allemaal verschillende items. Ja, echt heel de leuk. Mandala, het kussen, de fles, die komt vast van leeg rond de feestdagen, dus je kan je pimpen. En het plantenhangetje, bam. Ja, ook kan echt, overal hangen. Heel leuk. Dus ja, niet moeilijk om te kiezen. Wij helpen je. Gewoon een leuk cadeautje geven. Altijd goed. Nou ja, bekijk de volledige top 10 op wolplein.nl. En dan neem ik meteen het lekkere vestje mee. Schattig. Een mini-mie. Ja, echt zo ik hou leuk. Ervan. Nieuw bij ons, bij Wolplein. Een mini-mie. Ja, en die hoort bij... Het Elifest. Ja, het is echt geweldig, toch? Hoe leuk is het als je als moeder in een leuk vest loopt en je
dochter of kleindochter, vind ik ook een leuke combi. Ik zou het ook kunnen doen. Ja, echt leuk. Om dan allebei in hetzelfde vestje te lopen. Ja. Het is ook wel weer heel leuk eigenlijk als oma misschien te maken voor je dochter en kleindochter. Nou, leuk steekje, lekker wollig. Ja, hoe ga je hem dragen? Kan alle kanten op. Dat is voor ons niet anders. Leuk pakketje weer bij ons op de website. Helemaal lekker. We hebben durabele. Ja. In Nieuwegaris. Annemarie, jij hebt er ook al mee gewerkt. Dus kleg ze even bij jou, hè? Ja, nou ja, dit is de Cozy Fine. Die is denk ik al wel bekend bij heel veel mensen. Ja, dat is de dunne variant van de Cozy. Ja, dat is de nog iets dikkere. Ja, ik heb de Cozy Fine, heb ik dus zeg maar al mijn knuffels meegehaakt in een broek. Mm-hmm. Maar sinds kort hebben ze dan het zusje of het broertje of nou ja, de Cozy babytje. Extra Fine babytje. Ja. Nou ja, een dunnere variant. Heel veel meters trouwens ook, want ik haak dus twee knuffels eruit. Ja, maar eruit. Dat is altijd logisch, is het garen dunner wordt, zitten er meer meters op. En het haakt ook echt, tenminste, ik was al heel erg fan van de Cozy Fine en de Cozy, want je krijgt gewoon echt een knuffeltje. En dat maakt het, het is ook een stuk lichter, het is zacht. Zelfde samenstelling, alleen het draadje is gewoon dunner, dus je krijgt fijner werk. Ja, ik ga even omdraaien, want ze hebben nog meer nieuws. Waar ik ook echt heel blij van werd. Wow. Maar jij ook, denk ik, van kleur. Lekker. Echt gaaf, zeg. Ja. Neon. Lekkere neonkleuren. Ja, ik kon het ook al niet laten. Jij bent er goed bezig. Ja. Want ja, goed, Bella bij kun je natuurlijk in het geel. Maar ja, hoe is dit dan? Ja, maar ik zie je ook wel een randje in een sjaal. Of lekker een randje langs een... of helemaal een trui, toch? Mirjam? Ja, sorry. Knuffel voor je hoofd. Ja. Dus nee, ik vind dat best wel... hele fijne kleuren. En dan gaan we nu kijken naar de vlogweek van Shanti Top. Hallo, ik ben Chantal. Op Instagram en Facebook heet ik Shanti Top. Zo heet ook mijn bedrijfje. Ik geef voornamelijk workshops, stip- en haakworkshops. Dat doe ik vanuit huis, vanuit mijn eigen atelier, maar ook op locatie. Deze week neem ik jullie graag mee in mijn vlogweek. Vandaag ben ik in Veghel. Ik ben op weg naar Kim van Miss Ginger's Bazaar. Ik ga lekker bij haar een theetje drinken. Ik ken Kim van een workshop die ze bij mij heeft gevolgd. Maar het klikte en we hebben het gewoon leuk met elkaar. Ze is al een keer op een theetje geweest bij mij. En nu ga ik kijken bij haar. Kijk, daar is Kim en Bobby. Kim vertelde net dat ze met een vakopleiding is gestart tot meubelstoffeerder. Dit is haar eerste mooie project. Moet je kijken, met supermooi stof. Dit is wordt ook een poefje. En dit is echt op de authentieke, ouderwetse manier stofferen. Met de vering vastzetten, helemaal met de hand en met touwtjes en spijkertjes. Dit prachtexemplaar is de bedoeling dat ik dat dadelijk ga stofferen. En dat wordt mijn volgende project. Het is vandaag woensdag. Dit betekent dat ik vanavond een haakcursus geef. En ik ben op dit moment druk bezig om alles klaar te zetten en het een beetje gezellig te maken. Dit is dus de ruimte waar de workshops plaatsvinden. De kast met wol. Je bent te ver door. Ja. Je hebt er hier ook nog eentje tussen gehad. Maar dat is niet erg, want je bent gewoon eigenlijk het volgende patroon aan het raken. Mee. Had ik er wel genoeg? Ik denk het wel. Natuurlijk maak ik voor mijn Instagram-account ook altijd foto's. Deze sjaal van Alasha Sasha, de vlammensjaal uit haar boek Sjaals, had ik nog niet gepost. De plant heb ik van beneden meegenomen, want die hangt hier boven niet. Als het een beetje goed houdt, dan is dit de setting. Ik heb aanstaande zaterdag een stipworkshop. Dat is een winter- en kersteditie. En daar heb ik dus leuke afbeeldingen voor om op porselein te plakken, zoals deze. Ik kwam er gisteren met de schok achter dat ik zaterdag een workshop heb in deze editie. Maar dat ik vergeten was decals te bestellen. Dus ik kan nog wel vanavond een avondje door blijven knippen. Op dit moment loop ik naar mijn afspraak met mijn Insta-besties Joyce. Van mezelf en doorheen van bij door in. We hebben een hele leuke meeting, want we gaan iets bespreken wat nog een beetje geheim is en misschien wel helemaal geen doorgang vindt. Dus jullie zien het wel, of het wel of niet gaat lukken vandaag. Hallo. 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 Ik
sta nu in mijn workshopruimte voor de laatste workshop van deze week. Het is de workshop Stippen op porselein. Ik ben heel benieuwd wie er allemaal gaan komen en ik ben ook heel benieuwd wat de resultaten gaan zijn. Vind ik altijd erg leuk. Mooi zijn ze, hè? En mevrouw die hertjes ook zo schattig, tenminste. Ik vind ze eigenlijk allemaal mooi. En de stiptafel die ik zojuist al klaar heb gemaakt. Nou ja, er moeten nog wel lekker mijn dingen op tafel komen. Het is nog niet helemaal klaar. En toen dacht ik, kom er nog voor ik ga er zelf mee. Hier staan allemaal verschillende formaten. Daar kom ik later wel op in de patronen. Ik was bij de boekpresentatie van Marietje Roos. Marianne. Puntje als een pro, bij Wolplein was het en ik zag Manon lopen met deze sjaal om en ik vond hem gaaf. En ja, dan moet ik hem natuurlijk ook maken. Maar hij komt uit het magazine van Borgo di Pazzi, de Wol. Met het kleurnummer en het patroon van Mirjam Katshoek, de Dahlia omslagdoek. Waar het uiteindelijk echt mee begonnen is toch wel met dit dekentje. Ik was zwanger van onze eerste. En in één tijdschrift stond een dekentje waar ik direct verliefd op was. En die wilde ik ook graag voor in de babykamer. Nou, ik heb geprobeerd of het lukte om te haken. En dat was niet het geval. Dus na een heleboel gefrustreerde pogingen heeft mijn moeder besloten om het, of heb ik mijn moeder gevraagd om het te haken. En uiteindelijk heeft zij het samen met mijn toenmalige buurvrouw gehaakt. Het is een katoenen dekentje geworden. Ik zal deze natuurlijk altijd bewaren omdat hij me heel dierbaar is. Na dit dekentje heb ik mijn moeder nogmaals gevraagd een ander dekentje te haken voor in het ledikantje. Dat is deze geworden. Ik had wel zelf het patroon bedacht en uitgetekend gewoon op papier zoals ik het hebben wilde. En mijn moeder heeft het toen gehaakt. Ik heb daarna zelfs nog wel een haakcursus gevolgd ergens en heel veel YouTube-filmpjes bekeken. En uiteindelijk lukte het me toch om te haken. En nu haak ik overal en altijd. En ook dit dekentje was een katoenen dekentje, omdat het bedoeld was voor de ledikantjes van de kinderen. Of het ledikant eigenlijk. Ik ben ten einde gekomen aan deze vlogweek. Ik vond het spannend, maar ook heel erg leuk om te doen. Ik hoop dat jullie ook een beetje genoten hebben. En ik hoop dat ik jullie nog terugzie op een van mijn accounts, Instagram of Facebook. En het zou natuurlijk helemaal leuk zijn als ik jullie kan ontmoeten tijdens een van mijn workshops. Tot ziens. Doei. We gaan naar de drukke agenda van Wolplein, want die hebben we. 1 december, de kerstcall. Die gaat van start. Ja. Het eerste figuurtje tot de 24e. Meehaken, leuk, dames. Leuk. Iedereen ook thuis natuurlijk. Dan hebben we de haakster van Nederland. We zijn nog steeds op zoek naar de ware, maar 14 december is de finale. Wordt hier bij het Inspiratiecentrum live opgenomen. Kan iedereen bij aansluiten. Leuk. Dus heb je nog een gaatje in de agenda, maar voornamelijk voor jullie thuis, kom allemaal langs. En wat hebben we dan nog meer? We gaan de laatste maand in van de WWF-actie. Ja. Marjan, heb je ook al meegedaan, hè? Ja, was heel leuk. Annemarie heeft deze, uber cute schildpad gehaakt. Sorry. Heb ik ook gedaan. Ja. Echt ontzettend leuk om te doen. En toen heb ik daar een punchpatroon van gemaakt. Dat is volgens mij ook opgenomen in de actie. Hè? Dus kan ook als pakketje gekocht worden. Gaat ook weer een deel van naar het goede doel. De mensen die het allemaal besteld hebben, de aantallen zijn echt gigantisch. We gaan echt een mooi bedrag doneren. Ja, en daar doen we het ook voor. Hè? Heel goed. Ja. Nou, en dan is het Black Friday. Daar gaan we een hele goede actie voor doen. Ik ben benieuwd. Ja, die is altijd leuk. Dus die komt er ook aan. Wij zitten er klaar voor. Nou ja, jammer, maar aan alles leuks komt een eind. Ook aan deze aflevering. Dus, vonden jullie hem leuk? Geef ons een duimpje omhoog op ons kanaal. Abonneer je, want je krijgt vanzelf een seintje. En je mist niks meer. Insta, Pinterest, alles kan je liken. Helemaal goed. Dames, hartstikke dank voor vandaag weer. Annemarie, tot de volgende keer. En Marianne, wellicht ook tot de volgende keer. Toch? Was heel erg leuk dat ik hier weer mocht zijn. Dank jullie wel. Ook zo. Ja. Nou, en dan zien we jullie allemaal terug op eerste kerstdag. Want dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Koffie en Wol. Tot dan.